Het peloton bestaat uit 31 jongens en 5 meisjes. Komt hier door. Zoals te verwachten, Pepke van den Dijk uit Aalst.
van der Velde met Thomas Joseph, Laszlo Peter. Met doortochtje van Bert de Bruyne. En een groepje met de voorhand nummer 31 van Wouter Pieter Hansen. Groepje daar wordt afgekondigd door nummer 35, Jarno de Dier. Dan Nick van de Kerkhoven en pas nu ontwaren we hier de eerste Oost-Vlaming. Dat is Thomas van der Velde. Die biedt een achterstand van 48 seconden op de kampioen van België. Bijna 1 minuut achterstand voor Thomas van der Velde. Die was derde in het kampioenschap van Vlaanderen in Ruddervoorde. En is achterop geraakt voor een... Kom op, Lisa. Hey, come on, Bert! Good, is een klasse sterker blijkbaar dan de concurrentie vandaag hier in Koekelaar. Lisa Koopmaart uit Wekenham. En dan Nick van der Kerkhoven. Nog 3 ronden. Nog 3 ronden voor Thomas van der Velde. Want het is een exciting team. En 30 inderdaad, Johnny Meiting uit Eeklo. Nog 2 ronden, achterstand 2 minuten ongeveer voor Elias van Hekken en Martijn Palm op 2 minuten 3. Dus op 3 ronden voor het einde gaat, op 2 ronden voor het einde gaat de kopman die aan zijn eigen voorsprong opgedreven tot 5 seconden. Dat is Rupke van de Azenvelde uit Oudenaarde op 2 ronden voor het einde. De jongens 14-jarigen voor West-Vlaanderen op de derde plaats.
Bert Eegman. Kampioen voor West-Vlaanderen bij de 14-jarigen, Fijs Laszlo. Ja, we hebben dan de van de provinciale voorzitters voor West- en Oost-Vlaanderen, de heer Marcel van Herkamp en Jules van der Huns voor het uitreiken van de Laszlo. Nogmaals uw applaus alsjeblieft.